Lineartronic automaat bij de Subaru. Toevallig zit ik nu in een Subaru XV, maar alle Subaru's zijn voorzien van een Lineartronic automaat. Wat houdt nu eigenlijk een Lineartronic automaat in? We hebben het namelijk over een automaatbak. Je kunt het eigenlijk het beste vergelijken met de tandwielen van een fiets. Als je gaat schakelen op je fiets, dan gaat de ketting van de ene tandwiel naar het andere tandwiel. Bij een Subaru, bij de Lineartronic automaat, wordt de tandwiel wat groter en kleiner, waardoor je dus eigenlijk naadloos aan het schakelen bent. Voordeel hiervan is dat u gewoon heel soepel aan het schakelen bent. U voelt hem dus eigenlijk niet schakelen. Je bent gedoseerd aan het rijden. En daarnaast is deze automaat ook nog heel efficiënt en, zoals we bij Subaru mogen verwachten, betrouwbaar. Elk model van Subaru is voorzien van deze Lineartronic automaat. We krijgen natuurlijk ook van de Subaru XV en de Forester de hybride varianten. Deze hebben naast de Lineartronic automaat ook nog schakelflippers achter het stuur. Hiermee kunt u namelijk terugschakelen en op de motor afremmen als u bijvoorbeeld in een berg aan het rijden bent. Waardoor u nog meer gevoel bij de auto krijgt bij het schakelen. En waarom is nu elke Subaru voorzien van een Lineartronic automaat? Omdat die automaat is gekoppeld met het EyeSight gedeelte van de auto, het veiligheidssysteem van de auto. Daar heb je dus deze automaat voor nodig en rijden we dus niet meer met handgeschakelde auto's. Zo is de XV in staat om het files automatisch zelf te stoppen en weer op te trekken zonder dat u het gaspedaal hoeft aan te raken. De ultieme test is natuurlijk altijd bij de aanschaf van de auto, is om de auto te testen, de automaatbak te testen. En waar kan dat het beste? Bij Jan op in Roosendaal, uw Subaru dealer. Ik zie u graag bij ons. Tot dan.